is hartje zomer in Amsterdam. En juist vandaag gaan we denk ik het allerlekkerste gerechtje maken wat je in de zomer kunt voorstellen. Een gazpacho. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Paprika, even het velletje afgehaald, zaadjes eruit. Shallotje mooi schoongemaakt. Bleekselderij, gember, knoflookteentje, rood pepertje. Wil je wat pittiger, laat je de zaadjes erin. Komkommer en het hoofdingrediënt, de tomaat. En dit gaan we allemaal in de blender tot een mooi geheel mengen. Een bomvolle blender, vol met vitamine en gezonde groenten. En die gaan we met wat bouillon tot een smeuïge massa maken. Rode wijnazijn, hij mag lekker in zijn zuur zitten. En een hele mooie olijfolie. Nou, hij is al bijna goed. Klein beetje azijn en wat zout. En piment espaletin. Nou, even naproeven. Heerlijk. Officieel moet je hem daarna zeven. Nou, ik vind het eigenlijk zonde, want hij mag best een beetje structuur hebben, die gazpacho. Er zitten stukjes in, dat voedt lekker. Nou, bij de gazpacho hoort natuurlijk wat brood. En dat brood gaan we even in de oven met wat olijfolie toasten. En als het uit de oven komt, met wat rauwe knoflook eroverheen, wat zout, dan krijg je echt een hele mooie tostada. En de gazpacho heeft 2 uurtjes in de koelkast gestaan. Met je geitenkaas en een mooie Spaanse chorizo. Paprika, bleekselderij en wat blaadjes van de bleekselderij. Lekker over het garnituur heen. En wat basilicum bij. Hier wat van die hele mooie olijfolie. Nou kijk, 2 super lekkere zomerse gekoelde gazpacho's. Alsjeblieft. Gazpacho met chorizo, geitenkaas en getoast knoflookbrood. Eet smakelijk.